Welkom bij het filmpje over de gemeentepagina. Ik neem jullie even snel mee naar de gemeentepagina van Herent en we kijken even wat er allemaal te vinden is. Om te beginnen linksboven het logo van Herent Fairtrade Gemeente. Herent is al een Fairtrade Gemeente, dus hun logo is volledig oranje gekleurd. Gemeenten die onderweg zijn naar de titel zien dat hun logo gedeeltelijk gevuld wordt met oranje. Gemeenten die al ingestapt zijn in de 5-sterren-campagne zien ook 5 sterren die dan ook langzaamaan gekleurd worden, naar langer meer sterren bereikt worden. Daarnaast een menu met informatie. De meeste van die informatie kunnen jullie zelf invullen. Dus onze Fairtrade gemeente, als je daarop klikt, dan zie je dat daar een tekstje is ingevuld door de mensen van Herent zelf. Klikken op het logo en je komt terug op de pagina van Herent terecht. Alle verkoopspunten, organisaties en handelaars enzovoort die meedoen, die staan hier op dit handige kaartje. Je kan het verplaatsen en inzoomen. En de legende geeft weer hieronder wat organisaties zijn, wat horeca is enzovoort. Als je op zo'n icoontje klikt, dan krijg je te zien wie dat is. En als je daar dan op klikt, kom je terecht op de pagina van, in dit geval, de Kempen met een fotootje. Wat ze verkopen, enzovoort, enzovoort. Die gegevens van met partners die meewerken, vind je ook hier in het menu bij waar, de bedrijven, handelaars, horeca, enzovoort, enzovoort. Rechtsbovenaan, 2 tellers die de fans tellen. De fans bereikt met acties, en de fans die zich geregistreerd hebben op de site. Met deze knop kunnen fans zich registreren. De fans bereikt met de acties. Die aantallen geven jullie als trekkersgroep zelf in. Namelijk, jullie maken activiteiten aan, zoals een koffiedegustatie beheerend, en jullie kunnen dan aangeven hoeveel fans er met elke activiteit bereikt zijn. Die fans worden opgeteld en dat komt in dit tellertje terecht. Onder de tellers hebben we hier ambassadeurs. Dit is 1 ambassadeur uit Herent, maar er kunnen dus meerdere zijn. Links hebben we een lijstje met de nieuwsberichten uit Herent en de activiteiten die op stapel staan in Herent. Hier nog een link naar de Facebookpagina van Herent. En hier een paar van de lokale deelnemers, genomen dus uit de lijst van alle deelnemers. Oké, eventjes in het menu, dat is een beetje algemene informatie. Dit zijn de deelnemende actoren in de gemeente. Dit is een lijstje met de ambassadeurs. En bij contact kunnen jullie laten weten wie jullie zijn, hoe jullie gecontacteerd kunnen worden. En er is ook een oproep om mee te doen als fan, als bedrijf, winkelschool enzovoort. Zo, dat is de gemeentepagina.